Ik wilde eigenlijk chirurg worden. Ik ben gewoon voor de liefde gegaan. Weet je wat? Ik ga gewoon filmpjes maken. Daar stond best wel een leuk bedrag tegenover. Maar we hebben wel nee gezegd. Steve en ik zijn net gecast als acteurs. In de theatershow doen we eigenlijk ook een beetje het concept van Corona TV. We zijn bezig met ons eigen magic programmaatje. Past die content bij ons? En wat willen jullie van ons? Alles wat je hebt gedaan, heeft je nu naar dit moment gebracht. Van die tekentjes dat je denkt, nou, dit is bijna niet te geloven. Bam, hartelijk welkom bij weer een nieuwe video op CVD TV. Leuk dat je kijkt. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Zij is de manager van goochelaar en comediant Steven Kazan. En mijn gast in de CVD TV studio, Jamie Kames. Ik las ergens dat jij had ooit de ambitie om geneeskunde te studeren. En toen kwam je Steven Kazan tegen. Ja, dat klopt. En toen was de keuze snel gemaakt. En dat was voor Steven en dat betekende geen geneeskunde. Ja, dat klopt. Leg eens uit. Nou, ik heb altijd het vak geneeskunde heel mooi gevonden. Ik wilde eigenlijk chirurg worden. Dat was wel iets, nou, dat was gewoon het. Ik heb een gymnasium netjes afgemaakt en dan moet je een keuze maken. Nou, dat vond ik gewoon het mooiste om te doen. Ja. Maar ja, dan kom je met iemand uit de showbiz in aanraking en die werken over het algemeen in de avonden, in de weekenden, op de feestdagen. En dat zijn eigenlijk alle momenten, als jij geneeskunde studeert, dat jij vrij bent. Dus dan loop je elkaar compleet mis in het leven. En nou ja, ik was gewoon stom verliefd eigenlijk nog steeds. En ja, dan is het gewoon zonde als je elkaar dan misloopt. Want dan kun je eigenlijk net zo goed meteen een punt erachter zetten. Dus ik ben gewoon voor de liefde gegaan en gewoon, ik heb gekeken waar het schip strandde. En uiteindelijk werd dat zijn management, daar komt eigenlijk op neer. Hoe heb je hem leren kennen? Ooit in het theater. In het theater? Ja, ja, ja. En daar was eigenlijk in het begin nog niks. Maar op een gegeven moment, toen, nou ja, 3 jaar later zag ik hem nog een keer ergens. En zijn vader, dus Hans, die zat net in de lezingenbusiness van een beetje dromen durven doen. En acties, reactie. En er gebeurt niks als je niks doet. Dus uiteindelijk dacht Steven, ja, ik vind hem wel een leuke meid. Die heeft me een berichtje gestuurd op Facebook. Ja. Wat hij eigenlijk nooit zou doen, want dat doet hij helemaal niet. Maar net doordat Hans in die lezingen zat, toen dacht hij, oké, Steven, ik moet wat doen. Heeft hij toen gedaan, toen hebben we het afgesproken. En eigenlijk sinds die een dikke mik. Wat vind je daarvan? Dat inderdaad het eigenlijk de geëigende route is van als je intelligent bent en je doet gymnasium, dan moet je naar de uni en dan word je hoog op. Ik totaal niet mee eens. Nee? Nee, ik heb er ook best wel commentaar op. Niet dat iemand er iets mee gaat doen met het commentaar. Maar, maar ik heb nooit iets geleerd over ondernemerschap. Ik heb niet eens geleerd hoe ik mijn belastingaangifte moest doen. Eigenlijk alle praktische zaken die in mijn leven spelen, daar heb ik nooit iets over geleerd, want dat was eigenlijk niet voor mij weggelegd. Terwijl ik denk dat er ontzettend veel slimme zielen daar rondlopen die ook een briljante onderneming hadden kunnen starten. Ja. Of die echt iets heel moois hadden kunnen betekenen. Een maatschappelijk project of wat dan ook. Die hadden zoveel dingen kunnen betekenen. Maar het enige waar ze in worden geduwd is een studie en een baan in loondienst. En that's it. Ja. Dat is waarvoor je bent gemaakt, omdat je dan zogenaamd intelligent bent. En dan denk je van, ja, sorry, maar dat maakt totaal geen pas. Ja. Natuurlijk moet je ook kinderen hebben die dokter worden en die advocaten en dat soort gedoe allemaal worden. Mm. Maar waarom moet dat zo zijn als je dan dat opleidingsniveau hebt? Ik vind dat heel gek. Mm-hmm. En sowieso zegt volgens mij dat opleidingsniveau helemaal niks over een mens. Ik denk dat we daar ook een beetje vanaf moeten. Want ik ken genoeg mensen die niet zoveel hebben gestudeerd, die toch een stuk slimmer zijn dan ik. En ja, en dan? Wat heb je nodig om een beetje te kunnen ondernemen? Wat je niet op school leert? Het moet ook gewoon in je zitten. Ja. Je moet ook tegen de onzekerheid kunnen. Want ondernemen betekent over het algemeen, als je geen rijke ouders hebt, betekent dat gewoon, je begint bij nul en maakt er maar wat van. Mm-hmm. Er moet gedrevenheid in zitten. Er moet durf in zitten. Je moet durven pionieren eigenlijk. Mm-hmm. Ja, het moet wel in je zitten. Er zijn ook heel veel mensen die houden er niet van. Die houden ook niet van die onzekerheid. Die willen gewoon elke maand iets vast binnenkrijgen. Ja, als ondernemer heb je dat natuurlijk helemaal niet. Er staat wel tegenover dat je een heel vrij leven leidt. En dat je ook een leven leidt met heel veel bijzondere kansen. En dat je mensen ontmoet die anders niet zou ontmoeten. Dat je heel veel levenslessen meekrijgt. Maar ja, daar moet wel je interesse in liggen. Ja. Hey, als we eens kijken naar, want we hadden, schets eens even hoe dat is gelopen. Want jij leert Steven kennen. Er was Magic Unlimited waar hij onderdeel van was. Op een gegeven moment, want jullie zijn eigenlijk de enige van, zeg maar, van de family die in Nederland gehuisvest is. Hè? De rest die hangt een beetje in Spanje rond. Ja. Hoe is dat gelopen en wanneer was dat moment dat jullie met z'n tweeën eigenlijk door zijn gegaan? Kun je dat eens beschrijven? Ik denk dat we sinds het begin al een beetje daarmee bezig waren. Want eigenlijk Steven, daar merkte we heel erg aan van, ja, als hij het podium opkomt, moeten mensen lachen. Eigenlijk is hij altijd underdog geweest. En we hebben dat heel langzaam, stapje voor stapje eigenlijk vormgegeven. Dat begon met één act, dat werden toen meerdere acts. Op een gegeven moment dachten van, nou hè, we hebben nou een soort showtje bij elkaar. Dat was totaal nog niet wat het moest zijn. Was je toen al een soort van manager? Of was je toen nog de vriendin die meedacht?
Ja, nou, de vriendin die meedacht. Ik was toen meer met de verkoop nog van de hele familie bezig. Ja, ja, precies. Met een paar theatershows en dat soort zaken. Was je dan in dienst bij hun? Of nee, nee, ik ben nooit in dienst geweest. Oké, okay. Je stuurde gewoon factuurtjes, gewoon freelance. Ja, het is eigenlijk gewoon, verkoop je iets, nou, dan stuur je een factuurtje. Daar komt het op neer. Okay. En ik moet zeggen, dat vind ik ook wel prettig. Want daardoor kun je wel altijd zelf bepalen wat je doet en hoe je het doet. En daardoor heb ik ook een beetje mijn eigen wil uit kunnen vinden. Ja, precies. En ik denk dat het wel heel belangrijk is geweest. Ja, dus ontstond een soort showtje om Steven heen. Ja, eigenlijk wel. En nou ja, dan wordt dat een keer weggezet als een evenementje. Eerst was een keer bij een relatie van ons en toen nog een keer ergens op het park. Nou, en dan ga je schaven. Dan ga je langzaam dat mooier maken, beter maken. En ja, op een gegeven moment dan komt er gewoon een punt dat je iets moet. Weet je, dus dan ga je echt die show meer in de markt zetten. Dan ga je het gewoon groter maken. En je bent gewoon continu aan het bouwen. Mm. Ja, dat groeit gewoon. Wat kenmerkt Steven als artiest, zeg maar? Volgens zijn vader is hij technisch goed. Voor mij is dat zijn timing. Hij kan ontzettend goed tijdens een show kan die de humor in een moment kan hij gewoon aanvoelen, pakken. Maar wat vooral denk ik zijn grootste kracht is dat hij ontzettend zichzelf is. Mm-hmm. Hij is niet een heel ander persoon als hij het podium betreedt. Nee. Hij is eigenlijk gewoon een verlengde van zichzelf. Natuurlijk krijg je meer energie en doe je net wat meer grapjes. Het is niet zo dat hij de hele dag in onze woonkamer grapjes staat te maken en konijnen overuit tovert. Maar het is, hij is niet een ander persoon. Hij doet zich niet voor als iemand. En ik denk dat mensen dat prettig vinden. Dat daardoor een soort laagdrempelige, gezellige sfeer ontstaat. Mm. En dat is uiteindelijk hetgeen wat hem volgens mij wel uniek maakt in hoe die optreedt. Dus jullie zijn met z'n tweeën doorgegaan. Jij had een eenmanszaakje of bv'tje, of had je dan? Ja, klopt. Ja, en hij ook? Of hoe zit dat nu in elkaar, die constructie? Nu zit dat een eenmanszaak en ik heb hem zeg maar in dienst. Oké. Okay. Moet een bv'tje gaan worden, maar dan moet ik nog even een nieuw jaar met de accountant voor gaan zitten. Maar, wordt op een gegeven moment wel interessant natuurlijk. Ja, nee, het wordt nu wel interessant, ja. Maar ja, ik vind het eigenlijk heel erg fijn om een eenmanszaak te hebben, omdat het heel erg simpel is, weet je. Je hebt niet zoveel dingen waar je aan moet voldoen. Je stuurt je facturen, je hebt je bonnetjes en die mik je een keer naar de accountant toe en het is goed, weet je. Dus ik vind dat wel lekker op dit punt. Risicotechnisch misschien als je op een gegeven moment wat meer omzet gaat draaien, dat je een holdingje erboven zet. En, ik hou er ontzettend niet van boekhouding en al dat soort dingen. En Steven ook niet, lijkt mij. Nee, absoluut niet. En dus, waar heb je daar wel iemand voor? De accountant. Ja, ja. Maar ik moet eigenlijk ook nog iemand hebben die mijn facturen en zo gaat maken en een contract, want daar word ik ook helemaal gek van. Ja. Maar ja, dat is de volgende stap. En dus dat ging prima, goed. Want waar hebben we het dan over? Jullie runnen het met z'n tweetjes. Ja, een jaar of drie geleden begonnen. Waar hebben we het dan over op jaarbasis? Hoeveel optredens deden jullie dan? Ik heb ze nooit geteld. Dat is misschien heel raar, maar we draaien gewoon. Ja, ik denk dat we toen denk ik op een stuk of 100 in een jaar zaten wel. Ja, precies. Dus dat betekent wel dat het privéleven altijd eigenlijk in teken staat van het zakelijk leven. Klus is een klus en die ga je doen. Ja, dat wel, ja. Ja, ja, ik heb nog niet die vrijheid dat ik kan zeggen van, nou, ik laat even, weet ik hoeveel, 10.000 euro's liggen of zo. Ja, precies, precies. Alhoewel we dat laatst wel een keer hebben gedaan. Dat vond ik heel stoer. Dat was was even een soort gewetenskwestie. Dat was een... Want Steve zit ook op Instagram en zo. We zitten met social media, proberen een beetje uit te breiden. En we krijgen ook onze aanvraagjes voor dat influencer gedoe. Er kwam een aanvraag voor een online casino. Meerdere zelfs, want op een gegeven moment... Helemaal los nu, hè? Ja, er kwamen die licenties en iedereen mocht natuurlijk gewoon hun marketing en zo wat meer naar buiten brengen. Ja, ja. En we kregen meerdere vragen om video's te maken voor online casino's. Het mocht heel erg lollig zijn. Het hoefde niet per se te zijn van ga gokken. Maar we zijn momenteel eigenlijk gigantisch goed bezig. Ook bij NPO Zep en Afro Tros in het algemeen. En we dachten van ja, dat is toch heel veel jeugd. Dat kunnen wij niet met elkaar gaan kruisen nu. Dat kan niet. En daar stond best wel een leuk bedrag tegenover. Maar we hebben wel nee gezegd. Dat vond ik wel leuk. Stoer. Ja. Ja, want je kan wel zeggen, maar dan maak ik even een sprongetje naar het nu. Want jullie, laten we even ertussenin gaan zitten. Het coronatijdperk. Je hebt het al 1000 keer besproken waarschijnlijk. Hoe noemen die corona-tv of zo heet het, geloof ik, hè? Ja. De filmpies, zeg maar. Dat is een succes, moet ik wel zeggen. Ja, zeker. Ja. Ja, op een gegeven moment was het dag 1. Toen hoorden wij van, nou, je bent nu werkloos. Wat natuurlijk heel vreemd was. Want, ja, vertel mij. Ik zit in die business, zeg maar. Dus de agenda was in 3 dagen leeg. Ja, dat was natuurlijk heel erg vreemd. Maar we moesten ergens ook wel een beetje om lachen. Dus we hadden s'avonds een wijntje. En ik zei van, nou weet je wat, we gaan gewoon filmpjes maken. Gaan wat leuks doen. Gaan gewoon wat lolligs brengen. En we zien wel waar het schip strandt. Wat moet je anders? We hadden sowieso de wens, we moeten meer online doen. Want online is de toekomst. Nou, bla, 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 bla. Ja. We hebben dus wat goocheltroep gepakt van boven. We hebben een dom videootje gemaakt. Waarbij ik de vrouw ben die in quarantaine zit met haar man. En nou, het cliché verhaal dat zij helemaal gek wordt van de man. Ja. In dit geval omdat hij goochelt. Nou, dat is ook wel een reden om gek te worden. Ja. Maar dat filmpje kwam dus op Dumper terecht. En die deed het gigantisch goed. Ja, dus dan denk je, nou oké, dag 2.
gaan we het ook erop zetten. Nou, stond op dag 2 weer op Dumpert. Gigantisch goed op reageerd. Nou, dag 3, dag 4. Nou, op een gegeven moment, het bleef gewoon elke dag op Dumpert komen. En het werd steeds een groot succes. Ja. We deden elke dag om 12 uur. En we werden dan ook echt bericht door mensen van... gaat het wel goed met jullie als het om 12 uur nog niet op onze Instagram stond? Moeten we een ambulance bellen? Wat is er aan de hand? Maar het leverde niks op, denk ik, of wel? Nee, het leverde helemaal niks dus op. Het was een leuke bezigheidstherapie, maar... Het was totaal niet de intentie ook dat het dat opbracht. Maar kwamen jullie in geldnood al snel? Hadden jullie niet. Een buffer? Of? Nee, ja, natuurlijk. Je hebt wel iets achter de hand. Maar nou ook weer niet dat ik een paar ton op mijn rekening had staan of zo. Maar hoe hoor. Doe je dat dan? We hebben toen 1 maand volgens mij zo'n steunaanvraagje gehad. Ja. Want nou ja, in maart mocht er echt niks. Hè? Dat was echt, maart, april was gewoon drama. En toen zijn we al meteen, ik zei van ja, Steve, we moeten nu wel weer gewoon iets gaan omzetten. Want ik wil niet afhankelijk zijn. Dat vind ik heel onprettig. Ik kreeg er helemaal jeuk van dat, dat je geld kreeg van het UWV. Daar ga ik niet goed op. Dat vind ik verschrikkelijk. Dus we zijn toen heel snel met online showtjes en zo zijn we bezig gegaan. Dingen die wel mochten. We hebben in de zomer een theatertournee gepland. Dat was toen de vraag van ja, mogen er 30 mensen in of 100 mensen? Maar meer dan dat werd sowieso niet. Maar ik zei van we gaan gewoon draaien. Wat er ook gebeurt. We moeten er 5 op een dag draaien. We gaan gewoon draaien. Dat hebben we gedaan. Dat ging heel goed. Mensen vonden het superleuk ook. Want nou ja, niemand deed wat. Iedereen was alleen nog aan het klagen. Iedereen zat nog puur in shock thuis. En wat stom dit. We zijn gewoon gaan draaien. Als we kijken naar 2022, wat bieden jullie? Wat kan ik met jullie? Wie zijn de klanten en wat zijn de producten zeg maar, die jullie nou, bieden? Dat is nu dus gigantisch diffuus. Ja. Ik heb net mijn eerste klusje erop zitten met het presenteren van een televisieprogrammaatje. Dus dat wordt in februari wordt dat naar buiten gebracht. Steve en ik zijn net gecast als acteurs in een jeugdserie. Dus dat is ook weer nou een product, zeg maar. We hebben de zakelijke evenementen waar Steven optreedt. Dat is eigenlijk onze main business. Dat is waar lucratief. Ja, dat is waar je het meeste geld mee verdient op een jaar. Dan doet hij een show en die spits je dan een beetje toe op bij welk bedrijf die zit. Of hoe moet ik dat zeggen? Ja, eigenlijk wel. Maar het is vooral gewoon heel erg gezellig. En natuurlijk maak je soms een grapje als je bij een wijnleverancier zit. Dan doe je wat extra met een fles wijn. En als je natuurlijk je probeert het te personaliseren. Maar het is vooral gewoon een hele leuke onderbreking en een keer wat anders. Want heel vaak is het een bingo of een pubquiz. Of alle clichés die komen steeds weer terug. En wat Steven doet is gewoon heel anders. Dus dan doe je een show van 20 tot 25 minuten. Soms doe je dat vanuit huis. Soms vanuit een studiootje. Ja. Nou, dan theatershows. Ja. Er staat voor volgend jaar een aardige theatertournee wel, moet ik zeggen. Is dat spannend om te zien wat de ontwikkelingen zijn? Of dat allemaal kan en mag? Nee, ik vind het niet spannend. Want je hebt nou al zo vaak nee gehoord dat het ook een beetje begint te wennen. Dat je denkt, nou, ik merk het wel. Ik heb toch wel gezien hoe meer er van wakker ligt, hoe minder het werkt. Want je verandert er toch niks mee. Dus gewoon doen. We hebben voor volgend jaar echt ingezet, ook met ons impresariaat overlegd. We zeiden, volgend jaar gaat goed komen. We hebben nu 2 jaar het gezeik gehad. Dit jaar hadden we ook al gedacht van, nou, dat wordt hem niet. Volgend jaar moet gewoon vanuit gaan 3 maal scheepsrecht. Dat wordt hem. Dus ze hebben nou best wel een theatertournee ook gepland. Staat Steven dan helemaal alleen op het podium of kom jij er ook bij inmiddels? We doen dat wel samen nu. Steven doet wel het grootste gedeelte. Maar in de theatershow doen we eigenlijk ook een beetje het concept van Corona TV. Dus ik hou 60 minuten of 75, een beetje afhankelijk van welke show en welke setting, hou ik gewoon mijn mond. Dat is een heel leuk geld verdienen. Nee, maar we doen een beetje van die Tommy Cooper-achtige blokjes samen. Een beetje André van Duin-achtig. Het is echt comedy. Alles gaat mis. En dat is heel erg leuk tussendoor. Want het breekt een beetje die spanning. Steven heeft ook een beetje de kop. Jij heeft niet de kop van André van Duin, maar hij heeft natuurlijk ook zo'n kop. Hè? Als hij kan op een bepaalde manier kijken die gewoon op je lachspieren werkt. Dat was ook bij Magic Unlimited toen destijds. Het kwam eigenlijk doordat hij moest dan kisten en kasten op het podium rijden. En soms een keer een kaart opruimen van het podium. Maar hij heeft dus een sowieso een heel apart voorkomen. En hij heeft van die hele grote ogen. Maar hij loopt ook een klein beetje krom. Dus het ziet er al snel komisch uit. Ja. Dus hij kwam dan het podium op en mensen moesten al lachen. Wat niet eens de bedoeling nee, was. Nee, maar toen zeiden op een gegeven moment zijn Renzo en Mara. Die zeiden dus van, nou Steven, doe er nou wat mee. En toen hebben ze dus die act ontwikkeld. En zo is het balletje gaan rollen. En dan heb je het derde wat ik een beetje hoor. Is dat de televisiewereld zeg maar longt. En die zit natuurlijk aan jullie te trekken, kan ik me zo voorstellen. Want zodra je bereik hebt, word je interessant. Ja. Hebben jullie contract inmiddels met de publieke omroep? Nee. Maar is dat gaande?
Een contract, daar wordt nog niet over gesproken. Nee? Wij zijn niet exclusief van iemand. Nee. Maar we zijn wel met heel veel leuke programma's nu bezig. Okay. Sowieso hebben we dan... Steven is nu de Faker. Dat is bijna aan zijn einde gekomen. Maar dat heeft hij dan gepresenteerd. Ja? En dat is heel erg gaaf gewoon om te zien. Want als eerste presentatieklus ook echt. Mm-hmm. We zijn bezig met ons eigen Magic-programmaatje. Dat is eigenlijk al in kan en kruiken. Maar een paar kleine hobbels intern daar. Maar... Daar is, bij de omroep. Ja, maar dan heb je toch publiek omroep. Ja, klopt. Okay. Maar dan moeten we nou data voor gaan prikken. En wie is de doelgroep dan? Kids? Jeugd, familie. Een beetje, best wel breed. Het is niet voor kinderen. Het was ooit bedoeld voor kinderen tussen de, zeg maar, een beetje tussen de 4 en 7. Mm-hmm. We zaten ooit bij Zin en Zeppelin, gewoon te gast. En toen zei iemand van, ja, moet je een keer een leuk magicprogramma gaan maken hier? Zij dacht, oké, hier heb je op een A4'tje een idee voor een magicprogramma. En toen hadden we dus de meeting en toen kwam het er eigenlijk op neer van, ja, we vinden het een beetje zonde om dat of voor zo'n kleine doelgroep te maken. Want het is ook leuk voor net wat ouderen, het is ook leuk voor de ouders. Dus waarom zouden we dat doen? Dus toen hebben we een format gemaakt voor een wat bredere doelgroep. En dat gaan we dus volgend jaar maken. Maar hebben jullie een soort, weet ik veel, zo'n jeukwoord, maar iets van een soort missie of zo, van dat je met z'n twee op de bank zit van, waarom zijn we in het leven? En is dit wat we willen? Of willen we nog dingen bij? Tuurlijk, dat denk je. Ik denk dat iedereen het wel denkt. Als je dat niet denkt, dan ben je wel iets verloren, denk ik, ergens op het pad. Je maakt heel veel mensen blij. Dat is een heel mooi ding van ons werk. Maar we proberen ook soms als mens ook nog gewoon iets bij te kunnen dragen. Zoals ik je net al toen in de gang zei, ik vind het dan heel belangrijk dat we soms iets bijvoorbeeld voor het kinderziekenhuis doen. Want daar kun je met eigenlijk alleen een beetje van je tijd, kun je echt iemands dag of week of maand mooier maken. Ja. En we zijn nu ook, we kregen via Instagram de laatste tijd heel veel berichtjes van, kun je een videoboodschap inspreken? Dat kan, maar op een gegeven moment wordt dat een dagtaak. Dat je elke keer maar een videootje, en dan moet je een leuk muziekje erachter zetten. Dat moet weer verstuurd worden. Nou, dat kost dan best wel veel tijd. Dus wat hebben we gezegd? We zeiden van, nou jongens, dat kan, maar dat kost €20. En die €20 die stoppen in een potje. En daar gaan we eens in zoveel tijd een donatie voor het goede doel mee maken. Mm. En ik vind, ja, als we op die manier een klein beetje verschil kunnen maken, dan vind ik dat mooi. Is influencer zijn een inkomstenbron die jij onderzoekt? Ja, we verdienen daar wel geld mee. Maar ik probeer dat wel een beetje te nuanceren soms. Het is ook wel dat als er, nu zijn we ook met een bedrijf bezig voor volgend jaar. Dan gaan we wel even wat meetings in plannen om te kijken, ook past die content bij ons en wat willen jullie van ons? En het moet geen overkill worden, overload, of je moet vooral geen commercieel uithangbord worden. Ik wil wel, als we iets doen, moet het ook wel leuk zijn. Moet je ook denken, hey, grappig videootje. Ik heb er nog om gelachen. En oh, wat leuk, Kazan heeft ook wat geld verdiend. Gefeliciteerd, jongen. Hey, en stel, we gaan terug naar de middelbare school. Je doet gymnasium en je staat, zeg maar, je hebt hem nog net niet ontmoet, zeg maar. We beginnen even opnieuw. Ja. En dan kom je hem tegen. Zou je dingen anders doen als je nu terugkijkt? Nee. Nee. Tuurlijk maak je allemaal fouten. Maar ik ben altijd wel van, ja, alles wat je hebt gedaan heeft je nu naar dit moment gebracht. Als ik mijn boter op een ander moment had gegeten, als ik mijn pak melk op een ander moment had gekocht, had ik hier vandaag waarschijnlijk niet eens op die bank gezeten. Want het heeft een gigantisch vlindereffect volgens mij het leven. Alles wat je doet, elk klein dingetje en elke keuze die je maakt is zo belangrijk voor je toekomst. En ik denk, als je nu niet gelukkig bent, dan mag je eens gaan denken over spijt of over zelfreflectie, weet ik veel, doe wat nuttigs. Maar ik ben heel blij waar ik nu ben. Dus ik zou ook niet iets anders willen doen eigenlijk. Geloof jij dat zelf hebt gedaan? Of geloof jij ook in een soort van lot dat dingen gebeuren? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Mm. Want ik soms denk van, potdorie, hard voor gewerkt. Nice, goed gedaan. Leuk als je iets bereikt natuurlijk. Maar ik heb ook heel vaak dat er iets op mijn pad komt en dan denk ik, dat is toch ook sterk. Dat wilde je net, of daar had je het net over. Of gewoon net van die tekentjes dat je denkt, nou, Dit is bijna niet te geloven. En dan denk ik van, ja, dan krijg ik altijd het gevoel van, je gaat goed, je bent nog steeds op het juiste pad. Alsof het pad wat gemaakt is voor jou. Maar ja, dat is misschien ook een beetje je mandag gedoe. Ik vind het moeilijk. Ja. Ik denk alleen van, ja, als je maar een pad bewandelt waar je plezier in hebt, dan maakt het ook niet zoveel uit. Nee. Toch? Mag je danken. Tuurlijk, ik vond het hartstikke gezellig om lekker met je te praten hier. Dankjewel dat je mijn gast was. En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek op 7D-TV. En als je denkt, ja, ik heb helemaal niet gekeken, ik heb geluisterd, dan ook dankjewel dat je naar de podcast hebt geluisterd. Zit je nou op YouTube en je denkt, hey, dit zijn leuke gesprekken, ik wil er nog wel meer. Even blijven hangen. Over 2 seconden, 2 nieuwe. Voor nu, dankjewel. Hoi.
We'll be right back.